Ja. Doe alsof je dit niet hebt gezien. Ja. En actie. Dit is de shoplook van de Primark. En ik heb leuke dingetjes gekocht. Deze voor het kerst. 3 cent. Euro. 3 euro. Een hert staat erop en hij is 11 euro. Op kerstmis staat ook een hert op. En hij is, met kaartjes erop, maakt niet uit. Volgens mij 11 euro. Oké, 11 euro dan. En deze leuke schoentjes. Heeft mama voor me. Een soort van balletschoenen, zeg ik hoor. En ik was. Oh, deze maat. Moet ik kijken hoe dit is? Heb je het er ook al afgehaald? Nee hoor. Ik heb niks al afgehaald. Misschien aan de binnenkant. Nee. Nou, ik weet niet meer. Boeit dat ons, maar nu is mama aan de beurt en. Geweest bij de H&M. Daar heb ik echt super leuke lange sokken gekocht. Die waren 10 euro. Deze trui heb ik bij de Primark gekocht. Die was 13 euro. En dat bij elkaar. Doe ik even aan, laat ik even zien. En daarna heb ik mijn echte nieuwe outfit aan. En die is helemaal van de H&M. Die broek vind ik echt 50 euro. Maar hij zit heel mooi. En hij is, staat in Stay Black. En het is de Shaping Skinny Regular Waist. De outfit helemaal in zijn totaal was 100 euro. Kooltruitje, want ik heb nu korter haar en dan vind ik een kooltruitje altijd super leuk. Dan lijkt je haar weer wat langer en voller. En die is maar 10 euro. Deze past. In de volgende video zien jullie nog meer leuke kleding voorbij komen voor de kerst van de All Kinds of Things Concept Store.